De rode haan heeft vanmorgen gekraaid in de binnenstad van Paramaribo. Woonhuizen op een achtererf van pand nummer 18 aan de Timmermanstraat zijn volledig afgebrand. Bij aankomst van onze nieuwsdienst was de brandweer bezig met nablussingswerkzaamheden. Brandweervoorlichter Olten Pinas vertelt wat er zich heeft afgespeeld. Hedenmorgen omstreeks 9:30 kreeg de brandweer melding van een woningbrand aan de Timmermanstraat. Ter plaatse bleek te gaan om 5 woningen die in brand stonden, waarvan 1 geheel is afgebrand en 4 hebben schroei- en waterschade opgelopen. Ik kan u zeggen dat de brandweer het vrij moeilijk had, omdat er ook heel wat andere huizen aan de achterkant van de huizen stonden. Met man en macht hebben we geprobeerd de brand tot een minimum te beperken. Helaas was er een hond in een van de panden die doodgebrand is. Van de 5 panden waren 2 op nummer 18A en nummer 18B, waar de brand waarschijnlijk begonnen is, die niet verzekerd waren. De andere panden waren wel verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voortgedaan. 1 voertuig op het terrein van pand nummer 18A, die heeft wat schroeischade opgelopen aan de bumper en de koplamp. De oorzaak van de brand die wordt nog onderzocht. De eigenaar van het pand was te verhit om ons te woord te staan, omdat hij vernam dat er uitspraken zijn gedaan dat de brand zou zijn ontstaan omdat er stroom werd afgetapt vanuit de voorstaande woning.